Ja, Erik Dijkstra, zet je schrap, want we gaan namelijk bellen met een Olympisch kampioene. Ja, hou op man. En ik ben benieuwd of ze weer aan het zwemmen is, aan het zwemmen in haar achtertuin. Ja, ongetwijfeld, want ze zal wel moeten van die gekke trainer van haar. Iedere dag trainen. Ja, Cheryl van Rouwendaal, want daar hebben we het natuurlijk over. Lig je alweer bijna in het water? Nee, ik ben niet aan het trainen. Ik hou mezelf wel fit met wat cardio oefeningen en wat... Ja, een soort van krachttrainingsoefeningen. Ja. En in mijn kleine zwembadje. Je ligt wel echt in een zwembadje? Echt in het water? Ja, ik probeer... Nou ja, het ligt aan de temperatuur. Want soms is het 's nachts aan het vriezen. Ja, dan is het te koud overdag om erin te zwemmen. Dus ik heb nu 2 keer in de week gezwommen. Aan het vriezen? Je zit er niet in... Op de Noordpool, op de Lapland. Groenland. Nee, maar overdag is het wel lekker 15 à 20 graden. Maar 's nachts kan het nog steeds vriezen. Maar Sherry, jij weet dat er de komende tijd geen wedstrijden zijn. En je kan natuurlijk ook lekker in je zwembad gaan liggen met een cocktail, hè? Ja, nou ja, dat zwembad, dat is niet echt de temperatuur ervoor. Nee. Maar nee, ik wil wel... Zeg maar gewoon fit blijven. Ik zie het wel een soort als vakantie nu. Maar ik wil wel blijven sporten. Ja, maar ik neem ook aan dat jij gewoon moet trainen van jouw trainer. Hè? De man die eruit ziet alsof hij een seriemoordenaar is uit een Netflix-serie. Die zal jou gewoon wel opdracht geven. En dat is een man die je niet tegenspreekt, Sharon. Monsieur Lucas. Nee, we hebben iedere dag om de dag even WhatsApp-contact met Filip. Ja, hij doet nu aan WhatsAppen. Dat is al heel wat. Ja. Vraagt hij wat ik aan het doen ben. Dus ik zeg, ik doe 2 à 3 uur per dag een beetje sporten. Ja. En dan is hij al snel tevreden. En ik had ook dat filmpje gestuurd dat ik aan het zwemmen ben in mijn kleine zwembadje. En ja. Volgens mij vond hij dat wel mooi. Ja, dat zag ik. Ja, want dat was gewoon zo'n kikkerbadje waar je echt... daar kan je geen rondje in zwemmen nog. Echt een heel klein ding, zo'n kinderding. Ja, nee, maar het is echt vreselijk voor een zwemmer als je dan je watergevoel mist. Want het duurt echt 3 dagen, 4 dagen, dan ben je dat verloren, zeg maar. En dan duurt het echt lang voordat dat weer terug is. Maar ja, ik ben het nu wel een beetje kwijt. Maar ik dacht, wat heb ik nou nodig? Want ik kon niet meer in zee zwemmen, ik kon niet meer naar een meer toe. Toen dacht ik, als ik zelf nou zo'n zwembadje opzet, misschien kan ik dan toch af en toe nog een beetje, heb ik nog een beetje grip op het water, zeg maar. Grip op een watergevoel. Ja, mooi. Ja, zo'n watergevoel. Alleen, had ik nu toen niet rekening gehouden dat het soms nog iets te koud is om te zwemmen. Maar ik heb wel allemaal, nu heb ik sokjes en handschoenen, dus alleen mijn hoofd is nog echt koud als ik aan het zwemmen ben. Maar kun je voor het watergevoel niet gewoon lekker in een lichtbad gaan liggen dan? Ik heb dan ook altijd een heerlijk watergevoel. Nee, dat lukt niet. Nee, dat is echt iets anders. Hoe is het met jouw watergevoel trouwens, Frank, even blij? Met mijn water? Ik ben gisteravond nog uitgebreid 2,5 uur in bad geweest. Dus, ja, heb je grip met het water nu? Ik heb alleen mijn hoofd nog niet, maar de rest allemaal lekker zitten poedelen hoor, dat komt goed. Hey, maar... Kun je ons dat laten zien dan, hoe jij nu traint? Ja, maar dan moet ik even mijn moeder erbij halen, want die moet mijn wetsuit dicht doen. En dan moet ik, ik heb ook 2 badmutsen op, want dat is ook tegen de warmte dat het allemaal beter gaat. Oké. Okay. Ja. Of warmer blijft. Ik heb hier respect voor dat Cheryl van Rouwendaal al gewoon doortraint. Niks coronacrisis, gewoon doortrainen. Heb ik respect voor. Ja, en hoe, Erik? In zo'n badje. Dit is niet makkelijk, moet ik zeggen. Goed. Zo! Dat leek wel een chiropractor. Maar is het zo koud dan bij jou, Cheryl? Want ik denk erover om zo de barbecue aan te steken hier in Amsterdam. Nee, het is tussen de 12 en 20 graden. Maar 's nachts is het soms nog wel 2 of min 1. Het water is heel koud. Maar kan je moeder niet af en toe wat kokend water erin gooien? Dat deed mijn moeder vroeger altijd op mijn balkon, weet je wel. Ja, toen het had geregend, gingen we met heet water, zo emmers heet water. Ja. Maar toen hield ik het 50 minuten vol. Bijna klaar. Bijna klaar, nog 2 badmutsen op, geloof ik. Ja. Je moet er wat voor over hebben. Maar ja, als je het warme water erin doet, dan is het de volgende dag alweer koud natuurlijk. Dat is maar een momentopname natuurlijk. Ja, dat is waar. Ja. Je blijft bezig. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb zo weinig sport gezien de laatste tijd. Ik zit geboeid te kijken naar dit. Ja, precies. Okay. We kunnen het bijna van commentaar gaan voorzien. Hier pakt zij de officiële wedstrijd badmuts. En die gaat op. Dan gaat er nog een tweede badmuts overheen om de warmte op haar hoofd te isoleren, zodat ze zo min mogelijk warmte verliest.
Kijk, daar zie je ook letters Nederland op staan. Maar normaal doe ik hem echt maar tot hier, maar nu doe ik hem echt. Ja, hij moet even... Dat ik mijn gezicht ermee wil bedekken. Is het zo koud? Ja, maar wil het je op? Hoppakee. Het beste, misschien kan mijn moeder het beste filmen. Ja, ja. Doe maar. Pak ik even het elastiek erbij. Het elastiek? Ja, het elastiek waar ik aan vast zit, anders kan ik niet zwemmen. Oké. Okay. Die pak ik even erbij. Een elastiek? Ga je ook altijd zwemmen met een elastiek, Erik Dijkstra? Ja, nee, maar ik durf niet de indruk te wekken dat je zo goed snapt wat er gebeurt. Maar ze moet blijven worden vastgehouden met een elastiek. Dat zit zeg maar aan wat vast. Ja? Moet ik filmen of niet, Jeff? Ja. Ja, je bent al aan het filmen. Oh, dat doet ze zelf nu. Oh. Nee, hij staat nu, dat is goed. Maar u mag de telefoon wel pakken, hoor. Om Sharon goed te filmen, ja. Oké, maar ik hoef hem dus niet om te draaien, Sharon. Hoe doe ik dat nou? Nee, je kan hem niet omdraaien. Nee, oké. Je kan het zo pakken. Ja. Ja. Zien jullie het zo? Ja, ja, uitstekend, ja, ja. Mooie omgeving daar, de Dordogne, altijd mooi, hè? Ja, het kan wel niet regenen, hè? Het is wel mooi groen altijd daar, maar het komt ook omdat het veel regent. Ja, ja het regent natuurlijk best wel vaak nog. Maar... Ja, ik zie, u hebt er vast al binnen gehaald, mevrouw Rouwendaal. Het is mooi weer sinds het weekend, dus... Ja. Dus nu, eens even kijken. Vast, zeg maar. Ja. Laat ook even de kabels... Oh ja, de kabeltje daar. Oh ja, kijk nou even. En daar zit Rio. Rio zit ook te kijken. Ah, zie je dat Rio, niet? Dondje. Dat heb ik verteld, Erik. We zwaaien naar Rio. Ja, hi Rio. Maar nu zwaai naar een hond. Waar gaat dit om? Dan ga ik zwemmen. Ja. Hartstikke goed, spring er maar in. Oh. Dit is toch fantastisch, hè? Ja, dit is geweldig. Dit is gewoon een virtuele wedstrijd. Ja. Eigenlijk, hè? Ik vind dit, dat Sharon van Rouwen op deze manier doortraint, dat vind ik fantastisch, weet je dat? Ja, ik vind het echt te gek. Maar Erik, moeten wij natuurlijk nog niet een wedstrijdding aan koppelen? Moeten wij niet iets verzinnen? Waardoor Sharon ook een doel heeft. Ja, je kunt misschien aan een hengel, kun je misschien een wortel hangen of zo. En je kunt daar voor haar aangezicht hangen. Nee, maar ik bedoel gewoon een doel stellen. Dus ik weet niet hoeveel kilometer halen of zo, weet je wel? Sharon, ik vind het er echt geweldig uitzien. We wensen je in ieder geval heel veel succes. Ik geniet ondertussen ook nog van je boek. Ik kreeg gisteren binnen. Zelfs nog met een handtekening van jou erin. Dus ik ben er ontzettend blij mee. Kijk hier. Ja, toch? Kijk, is mooi. Is het jouw handtekening wel? Ja, dat is mijn handtekening. Oké. Okay, dat Rio die handtekening heeft gezet. Nou, ja, dat weet ik toch ook niet zeker. Ja, ik denk nog even checken, weet je wel. Dus, Sharon, onwijs veel succes. En wij gaan je binnenkort even een mooie opdracht geven. Is goed. Dank je wel. Super bedankt. En respect dat je zo blijft trainen. Geweldig. En de groeten aan Rio en aan je moeder. Ja, doe ik. Abonneer je nu op ons eigen YouTube-kanaal van Bureau Sport. Vanaf nu iedere week een kakelverse aflevering vanuit quarantaine. Dus gewoon vanuit onze eigen huisjes.